Groengas en aardgas vinden steeds meer hun weg als brandstof voor diverse type voertuigen, waaronder ook het zwaar transport. Voor dat zware transport zijn er een flink aantal tankstations nodig. Daar kunnen meerdere bussen en zware trucks snel, veilig en makkelijk getankt worden. Het jongste LCNG-tankstation van Rolande staat hier in Tilburg. Dit tankstation wordt onder andere bevoorraad met LNG en bio-LNG, wat gemaakt wordt uit huisvuil van de stad Londen door Gasrec. In 2013 wil Rolande meer in Nederland geproduceerd bio-LNG gaan gebruiken. In Haarlem loopt het eerste project waar de afvalzuivering van Hoogheemraadschap van Rijnland, energiebedrijf Essent en Gas Treatment Services biogas schonen uit de waterzuivering en de voormalige afvalstort. Van dit gas maken ze bio-LNG. Dit splinternieuwe tankstation staat in Tilburg en is meteen een startpunt voor de bouw van meer tankstations. Een netwerk van LNG-tankstations is noodzakelijk om het voor vervoerders aantrekkelijk te maken om te rijden op LNG. De aanvoer van LNG kan ook veilig in grote hoeveelheden. Met deze geïsoleerde 45-voet tankcontainer kan 16.000 kilo LNG per keer aangeleverd worden. Een voorbeeld van een truck die op bio-LNG rijdt is deze Iveco Stralis Highroad Euro 6. Deze Iveco is af fabriek voorzien van een dubbelwandige brandstoftank met vacuümisolatie. Hierdoor behoudt de brandstof zijn lage temperatuur van min 130 graden Celsius in de tank, zelfs als het voertuig voor langere tijd stilstaat. Tanken is een regelmatig terugkerende handeling en mag in de dagelijkse praktijk niet meer tijd en moeite kosten dan bij een dieseltruck. Na aankomst bij dit 24/7 geopende onbemande tankstation meldt de chauffeur zich aan door zijn pas in de betaalzuil te activeren. Vervolgens maakt hij gebruik van de persoonlijke beschermmiddelen zoals een bril en handschoenen en maakt de vulaansluiting schoon. Het tanken kan beginnen. Er wordt hier niet in liters, maar in kilogrammen afgerekend en daarvan ligt de prijs een stuk gunstiger dan van reguliere diesel. Bij een volle tank koppelt de chauffeur de slang weer af en hangt hem terug. Na het opruimen van de PBM's kan de chauffeur weer op pad. Het tanken van bio-LNG kost evenveel tijd als het tanken van diesel. Deze chauffeur is 7 minuten bezig van aankomst tot vertrek. Het daadwerkelijk vullen van de tank is in 4 minuten gebeurd. Deze Iveco Stralis kan daar zo'n 800 kilometer mee vooruit. Praktijkcijfers tonen aan dat de totale exploitatiekosten voor de vervoerder uiteindelijk lager uitvallen. Dit verklaart ook het toenemende aantal LNG-trucks dat in ons land rondrijdt. Vos Logistics is al meer dan 5 jaar bezig met LNG. En sinds 2010 hebben wij een aantal LNG-trucks in operatie en een pompstation op eigen terrein. Dus wij hebben brede ervaring ermee. We zetten de trucks vooral in ons distributienetwerk, maar willen het ook graag doen op de langere afstanden. Dat is nu nog even een probleem, omdat er nog niet zoveel tankstations zijn. In Nederland gelukkig steeds meer, maar in de ons omringende landen helemaal nog niet. Dus daar moet echt aan gewerkt worden. Er zijn ook allerlei initiatieven op Europees niveau om een Blue Corridor van LNG-stations neer te zetten. Maar dat is vooralsnog toekomstmuziek. De 50 euro 5 LNG-trucks, waarmee in de eerste 2 jaar alle ervaring is opgedaan, zijn door Iveco Schouten omgebouwd. De Stralis Highroad Euro 6 komt als LNG-truck uit de fabriek. Dit zal de business case verder versterken. Milieubewuste vervoerders en verladers kiezen steeds vaker voor LNG-trucks, zoals deze Iveco Stralis Highroad, waarvan NOx en PM-uitstoot ruim lager zijn dan de toekomstige Euro 6-norm. Rijden op LNG is voor de vervoerder erg aantrekkelijk vanwege de lagere brandstofkosten. 10-20% lagere brandstofkosten maakt de investering makkelijker terug te verdienen. Voor ons als verlader is het erg interessant om te beginnen vanwege de lagere CO2-emissies. Wij rijden op biogas, dan praat je over 80% minder CO2-emissie per rit. We rijden tussen Dongen en Gent, 2 roundtrips per dag. Dus dit draagt aanzienlijk bij aan het reduceren van onze CO2-emissie en het realiseren van onze doelstellingen. De CO2-besparing op LNG bedraagt tussen de 10 en 20%.
welke met bio-LNG oploopt tot 80%. Ideaal dus voor de binnensteden voor de luchtkwaliteit, maar ook vanwege het lagere geluidsniveau ten opzichte van een diesel. Daarom zijn de voertuigen voorzien van een piekcertificering. Een van de grote voordelen is dat je daarmee dus kunt lossen in binnen de bebouwde kom, 's nachts en 's avonds. Dagrand distributie is veiliger voor het verkeer. Minder verkeer, dus veiliger door de stad in rijden. Het comfort in de cabine is, doordat het een stille truc is, is die, ja, dat geeft meer rust. Kortom, het omzetten van afvalstromen in nieuwe groene brandstoffen als bio-LNG is een interessante ontwikkeling. Zeker nu de juiste trucks ook beschikbaar zijn. Nieuwe tankstations, zoals in Tilburg, zullen snel een betrouwbaar en verspreid netwerk vormen. Steeds meer vervoerders en verladers kiezen voor een maatschappelijk verantwoorde aanpak en stellen het milieu centraal. Het is een ontwikkeling waarin tal van bedrijven, met ondersteuning van Agentschap NL, hun bijdrage hebben geleverd en daar de komende periode mee door zullen gaan. Door het initiatief Druk van de Toekomst rijden er vanaf de opening van het Rolande LCNG tankstation in Tilburg 25 extra LNG-trucks op de Nederlandse wegen.